Welkom bij de online speluitleg van In de Ban van de Ring. Het spel in het kort. Neem het in dit spannende coöperatieve bordspel gezamenlijk tegen Sauron op, die door het spelsysteem gestuurd wordt. Werk goed samen om de verschillende scenario's te overleven en uiteindelijk de ene ring te vernietigen. Lukt jullie dat of achterhaalt Sauron het reisgezelschap? In de Ban van de Ring doe je alles samen, verliezen en winnen. Het spel stap voor stap. We gaan in deze tutorial uit van 5 spelers. Het spel klaarleggen. Leg het hoofdspeelbord midden op tafel. Zet de Sauron-pion op veld 12 van het corruptiespoor en een voortgangsfiche op het veld Backend. Leg het scenariobord van Moria eronder. Leg het zandloperfiche links van de titel en een voortgangsfiche aan het begin van elk spoor op het bord. Schud de 6 goudkleurige runen van Gandalf en leg ze gedekt naast het speelbord. Leg de zilverkleurige runen, de doemsteen en de levensfiches open naast het speelbord. Schud de gebeurtenisfiches en maak hiervan een gedekte stapel naast het speelbord. Schud de hobbitkaarten en maak ook hiervan een gedekte stapel naast het speelbord. Sorteer de legendarische kaarten op locatie en leg deze in open stapels boven het speelbord. Leg de 5 Gandalfkaarten open naast het speelbord. Schud de karakterkaarten en geef elke speler er 1. Op deze kaart staan speciale eigenschappen die het karakter heeft. Lees ze voorafgaand aan het spel allemaal even voor. Iedere speler neemt zijn hobbit en zet deze op veld 0 van het corruptiespoor. Frodo is de drager van de ring. Hij legt deze voor zich neer en mag het spel beginnen. Het hoofdspeelbord. De hobbits reizen door Midden-aarde en volgen het traject op het hoofdspeelbord. Ze beginnen in Backend en eindigen hopelijk in Mordor. Het voortgangsfiche geeft aan waar ze zijn. Backend, Rivendell en Lothlórien zijn veilige oorden. De spelers volgen de aanwijzingen op die op het hoofdspeelbord staan. In veilige oorden is de drager van de ring de actieve speler. Na het opvolgen van alle aanwijzingen gaat het voortgangsfiche naar het volgende veld. De spelers mogen gedurende alle fasen van het spel over alles overleggen. Daarbij is het ook toegestaan om te vertellen welke kaarten ze in hun hand hebben. De spelers mogen hun kaarten niet aan de andere spelers laten zien totdat ze deze spelen. Het corruptiespoor is het belangrijkste spoor van het spel. Op het moment dat de Sauron-pion een veld met een hobbit bereikt of andersom, dan is die hobbit direct uitgeschakeld. Als het de ringdrager is, hebben ze ook meteen het spel verloren. De uitgeschakelde hobbit heeft nog wel een adviserende rol. Scenario's: Moria, Helm's Deep, Shelob's Lair en Mordor zijn scenario's en hebben een gelijknamig speelbord. Leg voordat je aan een scenario begint het speelbord onder het hoofdspeelbord. Een scenario telt een aantal avonturensporen. Bij dit scenario is dat schuilen, vechten en reizen. Leg aan het begin van een scenario een voortgangsfiche aan het begin van elk avonturenspoor en leg een zandloperfiche aan het begin van een gebeurtenisspoor. Schud aan het begin van elk nieuw scenario de stapel gebeurtenisfiches en leg deze als gedekte stapel weer naast het speelbord. Een speelronde op een scenariobord. De drager van de ring begint, daarna zijn de andere hobbits aan de beurt in de richting van de klok. We noemen de speler die aan de beurt is de actieve speler. De actieve speler moet in zijn beurt het volgende in de aangegeven volgorde doen. Een gebeurtenisfiche trekken, kaarten spelen en de beurt afsluiten. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Dit gaat zo door totdat het scenario is afgelopen of het reisgezelschap heeft verloren. Gebeurtenisfiche trekken. Trek het bovenste gebeurtenisfiche en voer de aanwijzing direct uit. In dit geval moet je deze gebeurtenis direct uitvoeren. De actieve speler moet fiches om blijven draaien totdat hij er een met het activiteitensymbool vindt. Het zandloperfiche het laatste gebeurtenisveld bereikt of het voortgangsfiche op het hoofdavonturenspoor het laatste veld heeft bereikt. Bij het omdraaien van een fiche met een activiteitensymbool moet je het voortgangsfiche direct 1 veld vooruit zetten en de aanwijzingen op het veld opvolgen.
Is een spoor van dit symbool niet aanwezig, in dit geval van vriendschap, dan mag je een voortgangsfiche naar keuze vooruitzetten. Kaarten spelen. De actieve speler mag ten hoogste 2 hobbit en of legendarische kaarten spelen, maar niet meer dan 1 bruine en 1 grijze per speelbeurt. Groene kaarten tellen niet mee bij het limiet van 2 kaarten. Voor elk activiteitensymbool op de gespeelde kaart mag je voortgangsfiche op het betreffende avonturenspoor 1 veld vooruitzetten, waarbij je het nieuwe veld direct uit moet voeren. In dit geval krijg je de aangegeven kaart. Voor elk stersymbool mag je een voortgangsfiche op een avonturenspoor naar keuze vooruitzetten. Bij meerdere sterren op 1 kaart moet het wel op hetzelfde avonturenspoor zijn. De aanwijzingen op alle gepasseerde velden moeten opgevolgd worden. Kaarten met symbolen die er niet zijn of waarvan het spoor al af is, hebben geen functie. Een speler die geen kaarten wil spelen mag 2 hobbitkaarten trekken of zijn pion 1 veld op het corruptiespoor terugzetten. Beurt afsluiten. Leg alle gespeelde kaarten open op een aflegstapel en alle gespeelde gebeurtenisfiches ook op een aflegstapel. De bovenste is altijd zichtbaar, spelers mogen niet in de aflegstapels kijken. De kracht van de ring. Per scenario mag de drager van de ring deze 1 omdoen nadat de actieve speler een gebeurtenisfiche heeft getoond of een kaart heeft afgehandeld. Nadat je de ring op het corruptiespoor hebt omgedaan, werp je de doemsteen en onderga de gevolgen. In dit geval beweegt Sauron op het corruptiespoor 1 veld naar links. De drager van de ring zet een voortgangsfiche naar keuze 4 min het aantal symbolen op de doemsteen vooruit. In dit geval is dat dus 3. Aanwijzingen op gepasseerde velden en het veld waar het fiche terechtkomt worden in dit geval niet uitgevoerd. Einde van een scenario. Een scenario is afgelopen als het laatste veld van een gebeurtenisspoor is afgehandeld of als het laatste veld van het hoofdavonturenspoor is bereikt. Controleer aan het einde van het scenario van Moria, Helm's Deep en Shelob's Lair de levensfiches. Hij moet er van elk soort 1 inleveren. Voor elke soort die hij mist, gaat hij 1 veld naar rechts op het corruptiespoor. De speler met de meeste ringfiches wordt de nieuwe ringdrager. Leg vervolgens alle fiches terug in de voorraad. En de speler met dit karakter trekt 2 hobbitkaarten. Einde van het scenario Mordor en het vernietigen van de ring. Bereikt de drager van de ring het einde van het hoofdavonturenspoor in Mordor, moet hij nog het dobbelsteenworp van de doemsteen overleven. Als dat lukt, leg je de ring op het laatste veld. Het reisgezelschap probeert de ring nu te vernietigen. Om dit te doen werpt de actieve speler de doemsteen en volgt de aanwijzingen uit. Als de actieve speler niet uitgeschakeld wordt, is de ring vernietigd en heeft het reisgezelschap gewonnen. Als de actieve speler uitgeschakeld is, dan gaat de doemsteen naar de volgende speler enzovoort. Gandalfkaarten. Op elk moment tijdens het spel kan 1 speler 5 runen afgeven om de actieve speler een Gandalfkaart naar keuze te laten gebruiken. Legendarische kaarten. Deze kunnen op elk moment gespeeld worden. De speler die zo'n kaart speelt bepaalt zelf hoe. Einde van het spel. Als de drager van de ring wordt uitgeschakeld, heeft het reisgezelschap verloren. Ook bij het bereiken van deze gebeurtenis op het speelbord van Mordor heeft het reisgezelschap verloren. Het reisgezelschap wint als ze erin slagen om de ring te vernietigen. Puntentelling. Als het reisgezelschap wint, scoren zij 60 punten plus de waarde van alle runen bij elkaar opgeteld. Als het reisgezelschap verliest, krijgen ze nog punten van waar het voortgangsfiche ligt op het hoofdavonturenspoor. In dit geval 52.